Wat ik nog een aspect vind, uh, wat ook meespeelt. Uh, we hadden het hier ook al over: over het uh, James Bond gehalte, is. Uh, kijk, jij zei het ook in je inleiding, het spreekt tot de verbeelding. En mm -hmm. ik denk dat je er heel erg voor moet waken dat je het niet romantiseert. Absoluut. In de zin van uh, nou ja, je kan uh, bijna zo als je niet uitkijkt, een soort bewondering uitspreken voor de manier waarop dit gedaan is. Het nieuws dan over de exploderende apparaten in Libanon domineert al een paar dagen de media. Zo Zoals we net hoorden in het nieuws, wordt er langzaam meer over bekend. Maar tegelijkertijd blijft er ook nog een hoop vragen waar nu nog geen antwoord op is. Rennie, hoe gaat de AD-redactie daarmee om? Want het is groot nieuws, het is interessant nieuws, het, het spreekt, kunnen we bijna wel zeggen, tot de verbeelding ook wat daar gebeurt. Um, hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Um, ja, nou laten we dat vooropstellen. Het is groot en belangrijk nieuws. Er zijn heel veel gewonden, er zijn veel doden, dus er is alle reden om er aandacht aan te besteden. Ook als je nog niet precies alles weet. En wat we bij het uh, AD eigenlijk altijd proberen is de vragen die leven bij onze lezers beantwoord te zien krijgen. Soms realiseer je dat bij niet eens tot als journalist, dat je heel veel toegang hebt tot uh, informatie. Mm -hmm. En dat je deskundigen kunt bellen en uh, kunt vragen hoe zit dat precies. En ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen. ja, ja. Ik neem even een Paar uh, koppen voor uh, door met je van de AD-site. Uh, nog meer doden in Libanon door ontploffende walkie-talkies. Wat was de bedoeling van de aanval? Stopte Israël goedje in piepers van Hezbollah? Experts gissen naar onderzoek, ploffende piepers in Libanon. Dat is interessant ook. Hè? Dus je, je zegt, we hebben toegang tot die experts, maar die blijven dan ook gissen. Maar dat is dan niet erg. Dus je stelt een vraag. Die, nee, die nou dat is dan, dan niet. Zelf kijk, ik bedoel, vraag? als het uh, uh, ik denk, je moet uh, de expertise van iemand die je aan het woord laat, uh, dan wel goed meegeven. Mm -hmm. Want je, we vragen niet willekeurig iemand op straat van wat denk jij dat er gebeurd is ja. nee iemand met verstand van zaken en die kan best een aantal scenario's schetsen en natuurlijk kent hij niet alle details in ieder geval niet op dit moment en wellicht gaan we dat nooit weten um, maar je wil wel dat dat wat ieder Gewone nieuwsconsument zich afvraagt. Ja. ja, dat wil je eigenlijk opwerpen. Zodat je daar iets meer helderheid in kan schetsen. En ook de context. Want daar kan je wel veel uh, over vertellen. Over wat is dat voor organisatie Hezbollah? Hè? Een organisatie zegt: wij zijn niet te infiltreren. Nou, daar kan je nu dan wel degelijk uh, vraagtekens bij stellen. Hoe groot is dat eigenlijk? Wat is hun rol? Over hoe opereren zij in Libanon? Ja, daar valt wel veel over te zeggen. Ja, Marika, er zijn verhalen waarvan je vooraf al weet. Ik ga dus niet alle antwoorden krijgen als niet. Consument. Wil jij ze dan alsnog lezen? Ja, zeker. En ik denk ook dat het heel lastig is om die context dan heel goed te schetsen. Want het heeft iets alsof het uit een James Bond film komt. En tegelijkertijd is het heel ernstig en onderdeel van een gro veel groter conflict. Uh, maar ik wil ook wel weten, ja, kan mijn telefoon zelf zomaar gehackt worden en dan ontploffen? Dus daar ga je wel naar oh ja. antwoorden op zoek. Ja, zijn het ook lezersvragen die jullie gekregen hebben? Ja, zeker. En ook een van de dingen die ik mij inderdaad zelf ook afvroeg. Dus in zekere zin, ja, uiteraard. Ik ben hoofdredacteur, ben verantwoordelijk voor het hele nieuwsmedia. Maar je gaat ook even bij jezelf na. Nou, welke vragen heb ik? Ja, ja, ja Andrew. Nu meldt de New York Times dat een Hongaars bedrijf. Um, in verband wordt gebracht met de verkoop van de piepers... en dat het een dekmantel was van Israël. In eerste instantie werd er juist geweest naar een Taiwanese bedrijf. Het is lastig om allemaal bij te houden. Ja, het gaat ook erg snel. Maar wel interessant is om te weten dat het natuurlijk niet de eerste keer is. Er is in het verleden wel ook door veiligheidsdiensten... een telefoon gebruikt uh, om, om terroristen... volgens mij door de Israëlische Veiligheidsdienst... om terroristen uh, aan te pakken. Dus dat weten we, dat het al gebeurt... ondanks dat het niet is uh, toegegeven officieel... Kijk, het gaat heel snel, maar het is denk ik wel belangrijk om je erin te blijven verdiepen. En voor mij is het vooral uh, de vraag, en ik weet niet hoe dat bij het AD is. Is dat ik. Ik, ik, heb, het, ik heb de indruk dat de laatste jaren de bezetting op de buitenlandse redacties of correspondenten. Dat het, dat het daar soms eerder een stapje terug is dan dat we daar extra in investeren. En ook als je kijkt naar dat het Aspect van uh, uh, ja, het lot van journalisten in Gaza, uh, de ja. velen die zijn vermoord, van kleine bloggers tot aan serieuze grote cameramensen van Al Jazeera, dan denk ik dat een oog en oren hebben, of het nou in Libanon is, of in Syrië, of in Iran, dat het voor ons extra belangrijk is. Maar ik weet niet wat jouw gedachten zijn. En, uh, ja, nee, dat, geeft en dat is natuurlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om oren en ogen ter plekke te hebben. De buitenlandredactie van het AD is niet de grootste buitenlandredactie van Nederland, maar we hebben wel het correspondentennetwerk weer uitgebreid om dan juist ter plekke te kunnen zijn. Dat is soms ook wel ingewikkeld, want weet je, is, nou ja, Israël is wat dat betreft misschien niet het goede voorbeeld, maar er zijn landen waar natuurlijk niet iedere dag nieuws vandaan komt en als er iets mm -hmm. gebeurt, wil je die oren en ogen daar graag wel hebben. En het heeft ook te maken met dat de buitenlandredactie zoals je daar die hebt, dat je daar genoeg expertise hebt en inderdaad een soort historisch besef van is dit inderdaad eerder gebeurd mm -hmm. of niet. Dat je daarop kan varen. Ja, want Andrew, aan wat voor journalistieke producties heb jij nu behoefte bij dit nieuws? Jij zegt dus die ogen en oren, je wilt, je wilt, je wilt verhalen horen van de mensen die er ter plekke zijn. Ja, ik, ik, zijn de, ik hoor de verhalen dat de kinderen zijn geraakt. Dus het, je hoort eerst in eerste instantie, er is een netwerk binnen Hezbollah aangepakt. Maar wie zijn dat? Wat zijn dat voor mensen? Uh, waren dat de loopjongens van, van de grote mannen die met de pieper liepen of niet? Ja. Uh, wie zijn daar eigenlijk geraakt? Wat zijn de verhalen van die mensen? En het is natuurlijk in een oorlog waar uh, een van de problemen is uh, de journalistieke toevoer. Ik bedoel, uh, er is een, een soort begrenzing op wat we kunnen. Horen vanuit Gaza. En mm -hmm. daar, daar valt ook genoeg over te zeggen. En als van Gaza, en dit was dan Libanon. Ja, maar het is natuurlijk. En er zijn om... wel correspondenten natuurlijk, maar de vraag is: krijgen ze daar dan hun vinger achter? Ja, en, nou ja, maar we moeten het proberen. En we moeten dat oog op de wereld blijven houden en daar extra in investeren. En ik, ik persoonlijk heb ik wel, als het gaat om kranten en televisie, uh, en dat gaat misschien een andere kant op, maar ook bijvoorbeeld de Amerika-verkiezingen, we zijn vaak, zie je duiders die dan hier wonen of hier vandaan komen. En ik denk dat we daarin ook wel anders mogen denken. Ja. En veel meer op zoek kunnen gaan naar mensen die daar dus bijvoorbeeld wonen, werken. Misschien dan toch even iets in het Engels zeggen. Nou ja, met alle technologie die we mm -hmm. hebben, kunnen we dat toch prima ja. oplossen. Ja. Ik, ik mis dat soort perspectieven. Ja, NewsHour had gisteren wel een, een verslag die daar ter plekke was geweest. Die was dan nu in de studio met de duiden. Die was dan net weer terug. Um, Daisy Moore zit natuurlijk ook uh, in, in de regio voor, voor de NOS. Um, over de inhoud, Rennie. Ligt bij dit soort onderwerpen ook speculatiejournalistiek... om het zo maar even te noemen, op de loer? Nou, ik denk... Dat, ja, dat ligt uiteraard op de loer. Maar ik denk dat eigenlijk iedere journalist zich daar ook wel bewust van is. Dus dat je daar ook wel weer goed voor waakt. En uh, wat ik nog een aspect vind, uh, wat ook meespeelt... Uh, we hadden het hier ook al over, over het uh, James Bond-gehalte. is uh, Kijk, jij zei het ook in je inleiding, het spreekt tot de verbeelding. En mm -hmm. ik denk dat je er heel erg voor moet waken dat je het niet romantiseert. Absoluut. In de zin van, uh, nou ja, je kan uh, bijna zo, als je niet uitkijkt... Bewondering uitspreken voor de manier waarop dit gedaan is. En het is Was toch. Het onderwerp wel. onderwerp van discussie op de redactie bij jullie? Nee, maar ik merk wel vaak dat dat. Nou ja. We... Ik zie daar nu weer een andere lijn in... maar het is bijvoorbeeld ook hoe we vaak teruggekeken hebben... op de Tweede Wereldoorlog. Weet je, dan wordt het een soort romantisch heldenverhaal... terwijl uh, oorlog is gruwelijk. Weet je, en het is ellende. En ik denk dat we daar altijd... Uh, uh, ja. scherp op moeten zijn. En over hoe inventief zeg maar, zo'n aanval ook is... het richt gewoon... Uh, verschrikkelijk veel verdriet aan. En, nou, absoluut. Uh, en, het, en, en journalistiek gezien is het ook goed om te bevragen... of dat niet onderdeel is van de spin van de regering Netanyahu... die daar natuurlijk allerlei... Uh, ideeën bij heeft in een, in een, in een strijd mm -hmm. die nu gaande is. Ja, ze hebben volgens mij nog niet officieel gezegd hè, dat ze het gedaan hebben. Dat maakt het ingewikkeld. Mm. Maar jij zegt desondanks. Ja, absoluut. Net zoals dat gisteren Jeremy Bone bij NewsNight de correspondent uh, heel goed uitlegde met zijn collega's dat er misschien geen reactie komt direct van Iran of van Hezbollah, omdat die eigenlijk zien dat Israël door al deze acties de afgelopen tijd best wel in een bepaalde hoek is komen te staan en dat onderdeel van hun strategie misschien wel is juist niet reageren. Kijk, die gelaagdheid. Uh, in plaats van alleen maar de focus op het spectaculaire aspect. Mm -hmm. Dat kan je. Het is altijd leuk om te weten dat je eigen telefoon kan ontploffen. Maar inderdaad, wat je mm -hmm. zegt, uh, René. Dat dit, dat dit heel ernstig is en mensen raakt. misschien wel kinderen of, of, of jongvolwassenen. Mm -hmm. moeten we ook weten. En die complexiteit. Ja? ja, die complexiteit. die leent zich misschien ook niet altijd voor een krantenartikel. Maar daarom vind ik het zo goed dat er steeds meer kranten zijn. die ook een podcast hebben. en daarin heel nadrukkelijk uitleggen. Hè, van alle kanten. wat is hier nou aan de hand? Ja, ik denk dat dat enorm helpt. Wil je meer van het Mediaforum zien, klik dan hier voor de andere video's van spraakmakers of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.